in de buurt van Veenendaal. En afgesproken met ene Jan. En die gaat mij iets vertellen over het Feyenoordgevoel. Dan heb je hem al. Hey man. Hey Jan. Hoe is die? Alles goed? Ja, met mij prima jongen. Heel goed, ja. Geweldig. Ja. Nou, zeker. Goed, mooi dat je er bent. Een echte Feyenoord, jongens, ja, dit. Ja, natuurlijk. Ja, ja. In hart en nieren, hè. Feyenoord fan zijn is niet altijd even leuk, dat weet je wel, Harry. Ja. De successen die reigen zich niet aan één natuurlijk, hè? Nee, maar, nee. Maar wat zei je nou, het is niet altijd leuk om... Om Feyenoord fan te zijn, want we hebben vaak veel teleurstellingen hebben we natuurlijk, hè. Dus het is eigenlijk zwaar? Soms is het zwaar. Ja? Ja, ja. Maar des te groter is dan de vreugde als we sporadisch natuurlijk wel kunnen vieren. Hè? Dan barsten we allemaal uit elkaar van vreugde. Man. Dat is geweldig natuurlijk. Hè? Gaan we maar eens even kijken. Heb je een Feyenoordhoekje ook? Ja, een Feyenoordhoekje ook. Ja? Ja? Ja, ja. Oh, nou, dat wil ik wel even zien, het Feyenoordhoekje. Een soort bedevaarthoekje, zeg maar. Een bedevaarthoekje? Ja, zo beschouw ik het eigenlijk een beetje. Ja? Ja. We volgen Jan. Op weg naar zijn fijn. Het rood-witte hoekje, Harry. Oh. Zie je? Oh. Kijk, zelfs de plantjes zijn rood-wit, hè? Oh, dit is even een plekje. Dit is een hoekje, Harry, hè? Oh. Dit is een hoekje waar ik dan soms zo in het stoeltje neerzet, hè? Jij zit hier dan? Ja. En dan denk jij na over Feyenoord, ja. Of waar denk je dan aan? Of wat gaat er dan allemaal door je hoofd dan? Het meeste droom je nog van het verleden, van de mooie tijden. De mooie tijden? Ja. En dan denk ik nog terug aan de mooie tijd van Willem ook, hè. Oh, Willem van Hanegem, die staat daar. Weet je dat ik heel bijzonder, iets bijzonders zeg van Willem? Wat heb je voor... Ja. Kijk. Wacht even hoor. De cornervlaggen. Deze heeft gestaan? Bij de afscheidswedstrijd van Willem. Toen stond deze cornervlag er? Ja. Ik heb er twee. Op het veld, in de Kuip. Oh. En toen had je nog een hek eromheen, om het veld. Ja. Toen ben ik over dat hek geklommen. Met gevaar van eigen leven, zou ik zeggen. Heb ik twee cornervlaggen meegenomen en gerend. En die hebben altijd een plekje bij mij gekregen. Wow. Afscheidswedstrijd van Willem. Geweldig. Kijk, hier heb je kaartje van Willem. Het kaartje van de afscheidswedstrijd. Ja. En allemaal kaartjes? Ja. Ja. Kijk eens even mee, jongens. Hier hangen allemaal... Er hangen er een paar honderd, hè? Hier hangen allemaal... Uitwedstrijden. Vroeger ging ik met Europa in, hè? Allemaal kaartjes van Feyenoordwedstrijden. Uit en thuis. Ja. Jan heeft ze allemaal bewaard. Ja, joh. Geweldig. En hier heb je mijn kleinzoontjes. Want dat zit in het bloed, Harry, hè? Mijn oudste kleinzoon heet Koen, hè? Weet je nog dat Koen Moulijn overleed? Ja. Koen Moulijn die overleed. 4 januari 2011. Ja, precies. En bij de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord werd Koen herdacht in de Kuip. Een paar uurtjes later is aan de overkant van de Maas, ik krijg de kippen van, veel van, is onze Koen geboren. Hij is onze Koen geboren. Een paar uurtjes nadat we Koen herdacht hadden, heet hij ook Koen. En die is in Rotterdam geboren, hè? En daar woont hij. We gaan even kijken naar de tattoos van Jan, hè, jongens. Kijk, daar komt hij. Wauw. In de ootje van Koen, ja. Daar staat het rood-wit van Feyenoord. En het groen-wit-groen vlaggetje van Rotterdam staat erbij. Want behalve dat ik van Feyenoord gek ben ik ook gek van Rotterdam. Hè? Ja. Nou, leg mij eens uit dan, want daarom ben ik hier. Ja. Het Feyenoord-gevoel. Het Feyenoord-gevoel. Wat is dat? Ik denk dat het... Dat die jongens uit Rotterdam het beste kunnen omschrijven met een paar woorden. Ja. Dat zit in mijn hart. Of zo'n Rotterdamse zeg. Dat zeggen ze. Dat zit in je hart. Ja, dat zit in je bloed. Dat zit in je hart. Ja, precies. Het Feyenoordgevoel zit in je hart. Ja. Ja, zo beleef ik het ook. Ja? Ja. Ja, maar dan huil je ook over voor Feyenoord, ja. Of niet? Ja, af en toe. Ja? Ik denk, ja? Je huil af en toe? Ja. Af en toe. Ik denk heel wat keertjes, hè? Ja? Ja, man. Ja. Nou, ik moet zeggen, de laatste tranen die ik gelaten heb... Kampioenschap. Ja. Kampioenschap. En dan heb ik twee zoons. Ja. En ik zei altijd, toen ze jong waren... Ik zeg, of ze nu homo worden, crimineel, of wat dan ook... De deur zal altijd voor ze openstaan. Ja. Alleen, ze moeten niet van die andere club worden, want dan is het klaar, hè? Dat ken je niet. Jan, blijft de vraag nog steeds het gevoel?
Ik kom erop terug, want ja. Daar gaat het om. Ja, ik wil het van jou weten. Een onvoorwaardelijke liefde voor de club. Ja? Ja. Ja. Wat er ook gebeurt. You'll never walk alone.